Hoe kunnen we de doorstroom van de A50 verbeteren? En wat gaan omwonenden hiervan merken? Een informatieavond geeft duidelijkheid. De snelweg A50 is een belangrijke verkeersader in onze regio en de wijde omgeving. Helaas is het ook steeds vaker een vast onderdeel van de fileberichten. Voornamelijk het gedeelte tussen de knooppunten Ewijk, Bankhoef en Paalgraven. Die drukte neemt de komende jaren alleen maar toe. Daarom liggen er inmiddels plannen klaar om de doorstroming te verbeteren. Voor omwonenden werd hierover donderdag een informatieavond georganiseerd. In een dorp dat deze veranderingen direct zal gaan merken. Namelijk Herne. De plannen van het ministerie van Infrastructuur en Water zijn om de A50 op termijn te gaan verbreden. Met als doel de doorstroming en de verkeersveiligheid te verbeteren. In eerste instantie waren het de 10 alternatieve oplossingsrichtingen. Uiteindelijk hebben we er 2 overgehouden. En uit die 2 heeft de minister 1 gekozen. Dat alternatief betekent tussen Ewijk en Paalgraven dat we in beide rijrichtingen een extra rijstrook gaan aanleggen. Dus we gaan van 2x2 rijstroken naar 2x3 rijstroken. Voor omwonenden betekent dit een grote verandering. Daarom worden zij hier ook nauw bij betrokken. We geven ze een inkijkje in het onderzoek. We geven een inkijkje door middel van een milieueffectrapportage. Wat de effecten zijn van zo'n verbreding op de leefbaarheid, op de veiligheid, op geluidseffecten, milieueffecten in zijn algemeenheid. En sommige mensen hebben daar meer of minder last van hoe dichter je bij de weg woont. Kan je er last van hebben. Dat kan zijn dat er een geluidswal bij in de tuin komt. Dat kan zijn dat we de grond nodig hebben. Dus mensen hebben daar soms meer last van. Dat ga ik niet onder stoelen of banken steken. Maar dat proberen we door allerlei maatregelen proberen we dat te voorkomen. Ondanks dat de snelweg dus breder wordt in hun leefomgeving, zien de meeste bewoners er wel de voordelen van in. Ik vind het interessant en voor mij is het wel belangrijk dat ze gaan wel beginnen. Want ik heb wel last van de files, want ik rij 3 dagen in de week naar Eindhoven en terug. En in de ochtend, als je voor de spits gaat, is het prima te doen, maar 's avonds is het echt altijd. Nou dat er een baan bij komt, persoonlijk ben ik er wel mee eens. Want mensen willen steeds mobieler worden en mensen hebben allemaal een auto, dus ze willen van A naar B steeds weer gaan rijden, ook op zaterdag of zondag. Dus en die drukte neemt alleen maar toe. En we zien, ik woon zelf in de doorlopende straat van Herne Bergharen. En doordat de A50 vaak vol loopt, kwamen mensen steeds meer een sluiproute pakken. En dan komen ze ook steeds meer verkeer langs ons door de dorpsstraat heen. De enige zorg die ik eigenlijk wel heb, van nou stel dat de autoweg verbreed wordt, dan komt een bepaalde stikstofuitstoot, komt dan misschien verhoogd of verlaagd worden. En dat daardoor in Herne de complete woningbouwstop op zijn plan komt. Dat we niet meer kunnen uitbreiden met woningbouw in Herne. Dat zou natuurlijk een hele slechte zaak zijn. Toch moeten we nog even geduld hebben voordat er een schop in de grond gaat. Normaal duurt een planuitwerking na deze fase nog 2 jaar. Maar we hebben te maken dat we het budget moet voldoende zijn. We moeten het stikstofprobleem moet zijn opgelost. En we hebben ook wel capaciteitsproblemen, zowel bij ons bij het Rijk als in de markt, dus bij de aannemerij. En we gaan gewoon kijken wanneer dat plan van start kan gaan. De gemeente, de woningbouwvereniging en de Molukse gemeenschap in Elst hebben afspraken gemaakt over behoud van huurwoningen speciaal voor Molukkers. Het gaat om 41 sociale huurwoningen die naar deze gemeenschap gaan. Met mogelijke uitbreiding in de toekomst. Binnenkort worden afspraken hierover ondertekend. In deze wijk in Elst ligt een rijke Molukse geschiedenis. 41 huizen worden nu bewoond door mensen uit de Molukse gemeenschap. Huurwoningen moeten zoveel mogelijk door Molukkers bewoond blijven, vinden ze. Daarover lagen al afspraken uit het verleden. Maar die waren verwaterd en aan vernieuwing toe. De kern is dat de Molukse wijk nu wordt behouden. Dus er zijn een x-aantal woningen die worden bewoond door niet-Molukkers. En die mensen kunnen daar gewoon blijven wonen. En als zij in de loop der jaren daar een keer weggaan, dan worden de huizen weer verhuurd aan de Molukse gemeenschap. Of tenminste woningzoekenden uit de Molukse gemeenschap. Maar is dit geen voorkeursbehandeling voor één groep?
Nou, je moet dit vooral bekijken vanuit het cultureel erfgoed. De Molukse gemeenschap is al een hele lange tijd een deel van onze gemeenschap. Zij hebben op dit moment bewonen zij 41 woningen in onze gemeente. En daar hebben wij dit convenant daarvoor afgesloten dat zij daarin ook op basis van het principe wat binnen de Molukse gemeenschap geldt, dat zij daar ook op basis van het ouderlijk huis kunnen blijven wonen. We hebben nog niet echt alles bereikt wat we wilden hebben natuurlijk. Want er zijn nog wat x aantal woningen die nog niet door Molukse bewoond zijn. En ja, er zijn ook woningen die al in de verkoop zijn gegaan. Dus ja. Maar er ligt nu wel een eerste resultaat. Straks in het RN7 regionieuws. De Zevenheuvelenloop heeft zijn populariteit weer helemaal terug. En de Nijmeegse Lars Westra wint een nationale kinderprijs. Zometeen meer. Tegen een 32-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats is 12 jaar cel en tbs met dwangverpleging geëist voor doodslag. Hij zou op 12 maart zijn 21-jarige ex-vriendin hebben doodgestoken in haar woning aan de Graafseweg in Nijmegen. Het slachtoffer had 67 steekletsels. Ze had 9 steekwonden ter hoogte van haar hals en romp, waardoor ze ernstig bloedverlies leed en direct overleed. Hij heeft haar compleet afgeslacht, zei de officier van justitie. Donderdagavond werd rond 7 uur gedemonstreerd op treinstation Nijmegen. Demonstranten willen met een zogenaamde sit-in aandacht vragen voor de gebeurtenissen in Palestina. Dagmar Bosma kondigde eerder namens de organisatie aan dat ze met een groep mensen in de stationshal zouden zitten om leuzen te roepen en geluid te maken. Ze willen alle reizigers bewust maken van wat er nu gebeurt in Palestina. Het idee is om de dagelijkse gang van zaken te doorbreken en zo de aandacht te trekken. Ook op enkele andere stations door het land werd zo'n demonstratie gehouden. De NS laat weten geen rol te hebben in de demonstraties en de stations ook geen geschikte plekje voor te vinden. Bij de komende Tweede Kamerverkiezingen kan er voor het eerst niet gestemd worden op station Nijmegen. Dat heeft de gemeente besloten. Volgens een woordvoerder moet er organisatorisch veel worden gedaan voor te weinig stemmers op station Nijmegen. Daarom kan daar volgende week woensdag niet gestemd worden. Voorheen ging het stemlokaal op het station altijd om 5 uur open. Wie nu vroeg zijn of haar stem wil uitbrengen, moet wachten tot 7:30. Dan gaan alle stemlokalen in Nijmegen open. Om de kiezers tegemoet te komen, kan er volgende week wel gestemd worden in Don Roosje, pal naast het station. Aan de andere kant van het station kon de kiezers altijd al in het ROC Nijmegen terecht. Gisteravond vond het Gelders verkiezingsdebat plaats in het Rozet in Arnhem. Dit debat is georganiseerd door een samenwerking tussen Omroep Gelderland, het Arnhemse RTV Connect en andere streekomroepen, zoals RN7. Ook de bibliotheken in de provincie speelden hierin een belangrijke rol. Aanwezig waren per partij de hoogstgeplaatste Gelderlander. Bekende gezichten hierbij waren onder meer Lisa Westerveld namens GroenLinks PvdA en Christiane van der Wal namens de VVD. Alleen de partijen PVV en DENK waren niet aanwezig. Een belangrijk doel van het debat was om de boodschap in begrijpelijke taal over te brengen. Hiervoor was ook een jurylid aanwezig die zelf een verstandelijke beperking heeft. Uiteindelijk bleek dat de Nijmeegse Westerveld hier het beste in slaagde. Op zondag 26 november organiseert NIC een cadeau-inzamelactie voor Stichting Sint voor Iedereen. De stichting zorgt ervoor dat kinderen die leven in armoede ook een pakje krijgen van Sinterklaas. De club roept fans op om op de 26e voor deze kinderen een cadeau mee te nemen naar de wedstrijd tegen Go Ahead Eagles. De Zevenheuvelenloop is weer terug op haar populariteit van voor de coronaperiode. Het aantal deelnemers, zowel de nacht- als de dageditie, is weer met zo'n 30% gegroeid. De organisatie heeft zelfs een deelnemersstop moeten inzetten. In aanloop naar dit weekend werden vandaag de winnaars van vorig jaar gepresenteerd. Nieuw dit jaar is het NN Running Blind Weekend.
NN Running Blind is vorig jaar eigenlijk voor het eerst begonnen. Toen was het alleen een 15 kilometer. En dit jaar is voor het eerst het NN Running Blind weekend. Nou, vorig jaar was het echt puur selectief de 15 kilometer. En een van de dingen is dat we als NN zijnde in samenwerking met Uniek Sporten het meest toegankelijke evenement van Nederland willen zijn. Dat is hier dus bij de Zevenheuvelloop. Die 15 kilometer, dat vonden we heel veel mensen hartstikke leuk. Alleen een aantal zeiden van ja, maar ik wil eigenlijk ook wel graag aan die 7 kilometer mee kunnen doen. Want die 15 kilometer is iets te ver voor mij. Dus dat betekent dus dat we niet alleen nu de zondag doen, maar ook de zaterdag. Een 15 kilometer, een 7 kilometer en ook nog het NN Mini Running Blind Kids Run. Blinde mensen lopen allemaal met een buddy. Sommigen wel. Dus er zijn natuurlijk een hele hoop die regelmatig met verschillende buddies trainen in alle delen van het land. Maar als die geen buddy hebben, dan zorgen wij daarvoor. Dus de kans als die er is dat we ze kunnen helpen, dan doen we dat zeker. Sommigen zijn heel ervaren buddies, dus al een maatje hebben met een visueel beperkt iemand. Maar er zijn ook een aantal die voor het eerst gewoon zeggen van nou, laat mij dat eens proberen. Als ik iemand kan helpen, dan doe ik dat graag. Voor de visueel beperkte mensen is het een drempel om hier aan mee te kunnen doen in zo'n groot massa-evenement. Maar dat is het ook wel een beetje voor de buddies. Die denken van ja, weet je, ik moet toch de ogen zijn van een ander. Nijmegenaar Mike Foppen, in training voor Olympische Spelen in Parijs, is natuurlijk ook deelnemer. Zeker, ja. Olympische Spelen is het belangrijkste wat eraan gaat komen in het komende jaar. Dus eigenlijk alles wat ik nu doe staat ook een beetje in het teken van de Spelen. Maar ja, goed, de Zevenheuvelloop kan natuurlijk niet missen tussendoor. Nou, ik zei net al een beetje, ik wil met een glimlach over de finish komen. Ik heb vorig jaar voor het eerst meegedaan, toen heel erg geleden eigenlijk. Voor mij de eerste keer de 15 kilometer. En toen zei ik dat ik voor het Nederlands record ging. Dit jaar probeer ik gewoon wat meer ervan te genieten. En nu wil ik gewoon zo diep mogelijk gaan en alsnog met een glimlach over de finish komen. Visueel beperkte deelnemers kunnen nu voor het eerst ook meedoen met de nachtelijke editie. Ik ben benieuwd natuurlijk naar de reacties na afloop, maar ik verwacht zelfs mensen die dus wat beperkter zijn, hè, ze zijn niet allemaal helemaal blind, ze zijn beperkt, ben ik wel heel benieuwd hoe dat gaat zijn met de muziek en met de verlichting. De 16-jarige Lars Westra uit Nijmegen heeft dit jaar de Vevons Kinderprijs gewonnen. Dit is een nationale prijs voor kinderen die zich inzetten om de wereld een stukje mooier te maken. Het V-Fonds is een stichting die zich inzet voor vrede, vrijheid en democratie. En elk jaar reiken zij de kinderprijs uit. Het is de derde keer dat Lars is genomineerd en driemaal is scheepsrecht. Hij is dit jaar genomineerd door zijn boek en podcast die hij met zijn medewinnaar heeft gemaakt. Ja, het is natuurlijk blijdschap, het is een hele eer. Het is de derde keer eigenlijk al dat ik genomineerd ben. En dit jaar voor het schrijven van mijn boek en het maken van een podcast rondom de Tweede Kamerverkiezingen dit jaar. Dat heb ik samen gedaan met Merzat, die in Utrecht woont. En hij heeft ook gewonnen, dus we hebben deze prijs samen gewonnen. Dat ik samen met Merzat had gewonnen was natuurlijk superleuk. We kennen elkaar al langer en we maken nu ook samen de podcast. Dus dat is superleuk dat we deze prijs samen hebben kunnen winnen. En dat we ook in het vervolg meer projecten samen kunnen doen. De prijzen die hij mee naar huis mocht nemen waren de beker en een cheque van maar liefst 1000 euro. Ja, je ziet de beker en de cheque. De cheque die ik mag besteden aan mijn eigen goede doel. Waar ik hoop de stem van de jeugd een nog hoger podium voor te kunnen geven. Zijn boek en podcast zijn niet enkel gericht op kinderen en jongeren, maar ook volwassenen. En ja, ik vind dat volwassenen naar kinderen moeten luisteren. Daar heb ik nu net een boek over geschreven, Het Recht op een Stem. Waarin ik eigenlijk alle lessen die ik de afgelopen jaren heb gekregen, heb gebundeld. Dat samen heb gevoegd met de ervaringen die ik heb meegemaakt. En ik heb 20 andere mensen mee laten schrijven uit mijn netwerk dat ik in al die jaren heb opgebouwd. Dus dat is een voorbeeld daarvan. Maar ook de podcast richting de verkiezingen. Omdat ik aan de ene kant jongeren wil enthousiasmeren voor de politiek. Omdat het soms nog best lastig is en best ver van ons afstaat. En aan de andere kant om volwassenen te laten beseffen wat de politiek voor kinderen wil. Natuurlijk kunnen alle jongeren het verschil maken. Maar je kan zeker als kind op volwassenen afstappen. Je kan een brief sturen naar de gemeenteraad bijvoorbeeld. Of je kan inspreken in de gemeenteraad. Of je stuurt een brief naar andere mensen. En je kan natuurlijk ook via sociale media of met een petitie je stem laten horen. Ook heeft Lars belangrijk advies. Nou, er zijn natuurlijk altijd mensen die je tegen willen houden. Die vinden dat je niet je stem mag laten horen. Meestal is dat niet omdat ze niet vinden dat kinderen hun stem moeten laten horen. Maar meer omdat ze het niet met je eens zijn. Maar ik vind niet dat je je daardoor moet laten tegenhouden. Dus ga je net zo hard door. En mij heeft het in ieder geval heel veel motivatie gegeven. En hopelijk anderen ook. Zijn winst is niet de enige reden dat de uitreiking zo'n goede ervaring voor hem was.
Ja, het mooie van de kinderprijs, ik ben er nu een aantal keer geweest, is om alle kinderen te zien die zich inzetten voor een betere wereld. Die zelf het verschil maken, die niet als er iets tegen zit bij de pakken neer gaan zitten, maar die zelf willen om dat te veranderen. En dat is iets dat inspireert mij altijd, dat geeft me enorm veel motivatie en dat ontroert me soms ook een beetje. Dus zeker ook dit jaar ben ik er heel veel blijer weggegaan dan dat ik er kwam. En dat is in alle andere jaren ook zo geweest. Dat is het mooie van de prijs. Vandaag was het eigenlijk een prima herfstdag. In onze regio hebben we het droog gehouden en zelfs de zon liet zich nog een tijdje zien. Helaas zal dit morgen compleet anders zijn. Op de dag dat de Sint weer het land binnenkomt, trekt er een regengebied van west naar oost over. In onze regio vallen de eerste druppels rond het middaguur. Maar dit is natuurlijk precies het moment dat Sinterklaas aankomt. Het hangt er dus nog een beetje om of we het daarbij droog gaan houden, maar het ziet er niet goed uit. Ook is het fris bij zo'n 11 graden. Ook de dagen erna blijft het regenachtig. Maar dit zal buiger van karakter zijn. Af en toe laat de zon zich tussendoor even zien. Maar wat vooral opvalt is de aantrekkende wind die vrij krachtig kan worden. Hiermee wordt wel wat zachtiger lucht aangevoerd. Waarmee het zondag tenminste 13 graden wordt. En tot zover het RN7 Regio Nieuws van vrijdag 17 november. Dit weekend is RN7 weer aanwezig bij enkele Sinterklaas-intochten in de regio. Zo zijn we zaterdag bij de intochten van Nijmegen, Wijchen en Beuningen. En zondag zijn we in Druten en Beneden Leeuwen. Mocht je deze video's graag willen terugzien, houd dan later in het weekend onze YouTube-kanaal en sociale media in de gaten. Nu op RN7 zie je weer een nieuwe aflevering van Nu in de Bios. En wij zijn maandag weer bij je terug. Graag tot dan en een fijn weekend!